Vorig jaar spraken wij met Milieufront IJsden over acties om de bouw van een biomassacentrale vlak over de grens bij IJsden tegen te houden. Met succes bleek toen. Nu ineens is er het bericht dat de centrale toch gebouwd mag worden. Wat is er aan de hand en wat kan er nog gedaan worden om dit te stoppen? De Raad van State heeft het ministeriële besluit om die vergunning niet af te geven vernietigd. En dat betekent dat de vergunning gewoon weer voor ligt. En we hebben toen met heel veel inwoners van deze gemeente bezwaar aangetekend. En dat moeten we nu opnieuw gaan doen. We moeten opnieuw onze stem laten horen en bezwaar maken tegen de biomassacentrale. Want eigenlijk is het geen biomassacentrale, want er wordt bewerkt hout afverbrand. En dat is hout met lijmresten, verfresten. Dus het is eigenlijk gewoon een afvalverbrander. Wat is er zo slecht aan? De stikstofdepositie, waar we zitten hier dicht bij Natura 2000 gebieden. En de natuur verzuurt daardoor. En dat mag niet meer, want daar hebben we normen voor opgesteld. Maar een veel groter probleem is de negatieve gezondheidsimpact. Want de biomassa of de afvalverbrander geeft heel veel fijnstof en ultrafijnstof. En we weten allemaal wel dat dat schadelijk is voor de luchtwegen. Want dat ademen we in en dat komt in de onderste delen van de luchtwegen. Dan krijgen we ademhalingsproblemen. Mensen met astma weten dat ook, die merken dat ook meteen. Maar heel veel mensen weten niet dat die fijnstofdeeltjes in het lichaam ook milde ontstekingsreacties geven in het hele lichaam. En het maakt natuurlijk heel veel uit of je maar één keer per jaar wordt blootgesteld aan een kampvuur of zo tijdens een feestje. Of dat je chronisch wordt blootgesteld aan de fijnstof- en ultrafijnstofdeeltjes van de afvalverbrander. En daarom zijn jullie een crowdfundactie begonnen. Wat is het doel van deze actie? Wij willen in ieder geval bezwaar gaan maken. Dat doen we met een aantal partijen uit België en hier in Nederland. We hebben een consortium gevormd. Die grensoverschrijdende samenwerking is heel positief eigenlijk. We gaan bezwaar maken, maar daar hebben we een advocaat bij nodig. Want anders tikt ons bezwaar eigenlijk niet voldoende aan. Dus we hebben echt een advocaat nodig. En daarvoor hebben we die crowdfunding opgezet. Om zo ook wat extra inkomsten te kunnen genereren. Om de advocaat te kunnen betalen. En een stevig, goed onderbouwd bezwaar in te kunnen dienen. Alle inwoners roep ik op om de etalage van deze week goed te lezen. Daar staat een link in naar de petitie die men kan ondertekenen. Daar staat ook een link in naar de crowdfunding. En daar staan alle partijen genoemd die in het consortium nu actief zijn om te strijden tegen de afvalverbrander. Praat jij met je kind over wapens, drugs of criminaliteit? Voer dit noodzakelijke gesprek met de gratis Crimitalk. Check crimitalk.nl. Ik ben Jolande, een vrijwilliger bij Buitenplaats Kasteel Wielre. Ik ben sinds 2 jaar vrijwilliger bij Kasteel Wielre. Ik had op een gegeven moment ruimte en ik wilde graag buiten het werk wat ik deed iets vrijwilligs doen. En toen ben ik met verschillende mensen in gesprek gegaan. Toen kwam ik hier terecht en toen dacht ik, ja, dit is het. De Buitenplaats Wielre is een plek waar natuur, kunst en architectuur en daarbij cultureel erfgoed samenkomen. En waar vanuit het gedachtegoed van Jo en Marlies mensen binnen kunnen komen en alles wat ze hier gebouwd hebben en verzameld hebben vanuit hun passie, dat beschikbaar is voor mensen die daar een plezier aan beleven. Ik ben het vrijwilligerswerk gaan doen omdat ik een plek zocht waar ik een soort win-win situatie kon hebben. Enerzijds wilde ik graag bijdragen
En anderzijds wilde ik mezelf ook inspireren en met dingen bezig kunnen zijn waar een stuk interesse ligt. En dat is kunst, natuur, architectuur, dat komt hier allemaal samen. Het is een beetje afhankelijk van de tijd die je zelf wilt besteden. Er is wel een minimum aangesteld. Zeg maar 2 dagen per maand of 4 halve dagen per maand. Want je zit met een bepaalde groep en je zit met een rooster. Dus het is vrijwilligerswerk, maar het betekent niet altijd dat je kunt gaan en komen wanneer het jou uitkomt. Dus je hebt wel een soort commitment. Dus er zijn mensen die doen hier de to-go. Die verzorgen een kopje koffie met een stukje verse Limburgse vlaai voor de bezoekers. Je kunt aan de welkomstbalie zitten en mensen ontvangen, een ticket verkopen, een uitleg geven over de buitenplaats, wat hier allemaal te zien is. Je kunt rondleidingen verzorgen voor groepen mensen die hier een afspraak maken. Wat vrij nieuw is, is dat we ook een educatieprogramma brengen voor basisscholen en middelbare scholieren. En daar ben ik dan lid van het groepje educatie. We willen heel graag dat de kinderen zelf op zoek gaan, zelf leren kijken en zelf gaan nadenken. En dat er een groepsgesprek ontstaat. Niks is fout, alles is goed. Het is een ontzettend leuke methode om mee bezig te zijn. Wanneer je in contact komt met degene die hier verantwoordelijk is voor de vrijwilligersgroep, dan heb je eerst een oriënterend gesprek en dan kunnen verwachtingen worden afgestemd. Je krijgt te horen wat er hier allemaal gebeurt en dan kun je zelf aangeven hoe je denkt dat je daarin kunt passen. En dan kun je een aantal keren vrijblijvend meelopen met vrijwilligers die hier dan op dat moment een dienst hebben. Dus dat is ook heel erg leuk, want dan zie je ook inderdaad dat de basis natuurlijk voor iedereen hetzelfde is, maar dat iedereen toch zijn eigen verhaal daarbij heeft. Daar kun je heel veel van leren. Ja, wat ik zelf wel een leuke anekdote vond, je weet natuurlijk niet wie de mensen zijn als ze voor je staan. En dus dan vertel ik mijn verhaal. En toen zei het koppel waar ik mee sprak, die zeiden tegen elkaar, zo'n vrijwilliger moeten wij nou ook hebben. En toen bleek het een kunstenaars-echtpaar te zijn in het oosten van het land, die ook vrijwilligers aan het zoeken waren. Dus dat is dan heel leuk, dat is heel verrassend. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar vrijwilligers en ook zeker niet de tuinvrijwilligers die ik moet vergeten. We hebben recent met z'n allen bij elkaar gezeten van hoe ga je dat nou het beste aanpakken. En het idee is om dat vooral te gaan zoeken in je eigen netwerk. En daarnaast staat het op de website dat we vrijwilligers nodig hebben. Het wordt steeds drukker, de plek wordt steeds bekender, we hebben prachtige exposities. Dus wat dat betreft hopen we dat hetgene wat we nu hebben ingezet om de mensen te bereiken, zijn vruchten gaat afwerpen. Landbouwmuseum, hier langs de Grote Weg in Wielree. Al heel vaak langs gereden, maar nog nooit binnen geweest. Gaan eens even kijken. Paul, daar heb je een landbouwmuseum. Wie is dit ontstaan? Het landbouwmuseum is ontstaan op Terlinge, hoe ik geboren ben, in 1977. Daar werkte ik toen met een baas en de goede oude plogen weg. En de ploog heb ik met naar hem genomen. De ploog hangt hier op. Dat is over 1880, dat heb ik met de pap zaliger. Heb ik dat gaan gerestaureerd. En zo is eigenlijk de passie voor het boerenleven ontstaan. Ik ben eigenlijk wel van afkomst in een boerenjong.
Dus het zit toch alleen bloot. Maar ik hou alleen het voordeel. Mij interesseerde de keu niet. Mij interesseerde maar alleen de mechanische dingen. Er komen steeds meer spullen bij die ze ging verzamelen? Ja, dat is met de werktuigen begroot. Ik hou natuurlijk in de tractor bij ons heen. Maar die is inmiddels is de, werd teruggegangen uit de vandaankamp. Maar door durg, ja, het is allemaal blijven durg gewoon, ja. Er is eigenlijk geen einde meer aan. Maar mijn voordeel horen zo, wel ik oude spullen hou, die ledig niet liggen, die restaureren die trek. Maar eigenlijk ligt de grote passie bij het restaureren van landbouw. Ja, ja, ik heb, ja, en, want ze zeiden, ze hebben er een school voor gevolgd of gij dan zanig. Nee, dat heb ik allemaal eigenhandig. Ik heb dat uitgedokterd en geleerd van wie zorgt dat het beste kennen doen. En ik probeer het allemaal terug te brengen, zoals het vroeger uit de fabriek komt. Qua constructie, qua kleur. Want ik ken aan bepaalde werktuigen kan ik zeggen, de kleur wat ze hebben, uit welke fabriek dat ze komen. Daar heb je zoveel spullen staan, wat ze zelf ook allemaal gerestaureerd hebben. Maar ja, we kunnen niet alles natuurlijk in beeld pakken, maar deze kar hebben ze ook zelf gerestaureerd. Ja, de Oogswagen die is van 1968. Mensen hem zo gespiegeld in Passau, die kunt u Duitsland. Daar wordt natuurlijk het houtenwerk, daar worden zo barmelijk slecht van. Dat ik eerst al gedacht van, ik maak een nieuwe vloer erop. Maar dan heb ik toch besloten om gans nieuw te maken, het houtenwerk. Maar het is precies hetzelfde wie de oude. Dat heb je allemaal handmatig opgemeten. En het is gans gedetailleerd. Hoe heb ik dat opgeschreven? Heb ik precies dezelfde houten bak wordt erop gemaakt als wat op de oude soort. Het ziet inderdaad eigenlijk best nog wel ja, oud uit. Het ziet niet nieuw uit. Het is van de firma Stijp. De firma Stijp, dat moest ik voorstellen, is van de landbouw. Is dat eigenlijk de Mercedes onder de landbouwwagens. Er wordt van alles metgedaan, er wordt de beum metgelagen. Want dan kun je die voor- en achterschot, kun je het roet pakken. Dan kun je hem verlengen, dan kun je hem breder maken. Dan wordt met het oogst, het hui wordt erop gelaten. Vroeger wordt het hui losgevaren. Gewoon niet dat ze zeggen, ze kunnen maar voor één ding gebruiken. Deze hebben ze ook gans zelf opgeknapt al. Ja, dat is een stroonkar. Dan gingen ze dus vroeger de putjes leeg schuppen en dan gingen ze in de stroonskar. En dan voeten ze dan met die kar, gingen ze nog een veld in, want die kind toch, die balanceert die in. Ja. Dus nee, dat ze zeggen, ze lucht die op, dan kiep ze me gelijk onderweg. En dan voeten ze dan met zo'n nog een veld in en dan maakten ze leeg en dan gingen ze weer op Hema. Ja, oké. Okay. Nu mocht je aan dat ze hem zuiver hebben gemaakt. Ja, uiteraard. Ja, dan had ze een schoefel van vroeger, moesten ze schoefelen in een veld. Ja, dat zijn toch werktuigen. Die komen allemaal in Litsen vanuit 1800. Ja. Werd de peert van gespannen. En nog steeds bruikbaar? Het is toch allemaal bruikbaar? Moest je voorstellen, een watervatje van 100 liter. Dat is toch zelfs zo met de originele koppeling erop. Zo is het voor gierwater te spreien. Mm-hmm. En zo is het voor water af te laten. Dus toch denk, alleen al zoeken, die originele koppeling, dat vind ze nergens meer. Paul, hier stond heel veel oude keukenspullen. Wat is hier precies de bedoeling van? Ja, dat wat je allemaal ziet, dat is inderdaad, het zijn allemaal geëmailleerde keukenspullen van vroeger. Onze grootouders, die houden dat allemaal. Dat was, voor hun was dat de gang van zaken. Dus je ziet ook praktisch alle kleuren. Ja, mooi op kleur gesorteerd. Ja. Het is zo, de jeugd ten dagen, die zijn allemaal buitenkeukens aan het maken. En de jeugd gaat liever geëmailleerde spullen in die keuken door als de plastic wat we allemaal hebben. Want ja, wat is plastic? Plastic is allemaal slecht voor het milieu, dat weten we zelf ook. En zo gaat dat geeft de generaties met. Dat is het mooie van de email. En ja, hoe vindt ze het nog allemaal in zo'n grote getalen, laat ik het zo zeggen. In zo'n grote getalen? Nee, het hier en daar bij een zoldermachine. Ja. Wat staat hier voor een apparaat? Dat is een Unimog. Dat is een Unimog. Unimog wil zeggen universeel motorgereed. Dat is de naam Unimog. Maar wat is dan het grote verschil? Even voor mij wat er ja, niet zoveel van weet. Het verschil tussen de trekker en dit ding? Dat kent ze van alle werktuigen aan en opbouwen. Kent ze af, dan gaan ze voor zitten. Dat kent ze hoe met die nieuwe tractor en hoog, maar met die oude tractor ging dat allemaal niet. En die is veel sneller. Dat kent ze met 60 km per uur met op de weg met drieën. En die oude tractor, ja, die varen maar vanaf 6, 7 km tot 25, 30 km.
Paul is in een Nederlandse trekker, dat komt toch niet zo heel vaak voor? Nee Nancy, dat is een GD. Dat wil zeggen GEDE. Geurtse Deventer. Die hebben van 48 tot 54 hebben die tractoren gebouwd. Dus van origine is er een machinefabriek. Die besteedt uit 1926, dus die besteedt achter 6 jaar, 100 jaar. En die hebben geprobeerd tractoren te boeren. Met een Nederlandse carrosserie, met een Duits motorblok in en een ZF-brug, achterbrug. Hier zijn er maar een stuk of 10, 12 van, hoe goed. Dat leeft niet, die worden te leeg. Wordt 1 cilinder, 11 pk. Daar houden ze niet veel aan. Daar hebben ze de 2 cilinder, 20 pk gemaakt en een 500. En van die 500 zijn de meeste allemaal verscheept naar Brazilië. Het had allemaal met katholieke geloof te maken. Maar hier, dat is een zeldzaam exemplaar. En dat is ja ook eigenlijk het paradepaardje. Ja. Dan hebben we uitgehaald in een wei in Maastricht. Daar hebben ze nu de loodsen van André Rieu neergezet. Ja, en je stond dus in een oude bakkerie zo te zien, Paul. Ja, dat is een achterwand uit een bekkerswinkel in Bokkes. Van de familie Rademakers. Die oude vroeger bakkerie en die zijn erop gehoord. En dan ben ik via daar aan de achterwand kunnen komen. Okay. Toen word ik in Mergerote, bij de oude veiling. En daar stond een man van Kerkraan en de houdt die weegzaal door. En dan zeg ik tegen de man, ik zeg die weegzaal, zeg, hoe komt die vandaan? Ja, zei hij, die heb ik in een bekkerswinkel, zei hij, heb ik die gekocht. Zei hij, in Bokkes, ik zeg dat minst toen niet. En dan leed ik mijn foto's van de achterwand. Och, zei hij, daar staat ook de achterwand. Ik zeg, ja, daar staat nu een wieler in het museum. Ik zeg, maar die wacht, die gaat nu met, want die huurt erbij. Paul, samen met de vrouw heb ze dit museum, je zit eigenlijk iedere dag geopend? Ja, iedere dag. Dan was het zo zijn. De burgemeester had het ook met gevraagd. Wanneer zijn de openingstijden? En nou gezag, als de poort opsteekt, dan ben ik geopend. Want het kind ook zit echter niet bij, ja, dat is de poortig. Ja, maar binnenkort hebben ze wel een speciale open dag. Die zijn dan nu 19, 20 en 21 juni. Vanaf 9 uur, het morgens tot 6 uur, het avonds. Ze sluizen die dat nu zien en het interessant vinden, zijn ze dan sowieso welkom. Ja, zo is het. Hartelijk welkom beste kijkers bij weer een aflevering van aan de muzikale tafel. En deze maal hebben we voor een gast, ja Mario Dieg, wat staat er het ene van? Ja, ten eerste verkomen uit de Kollekamp, uit Geul. Hè, want, ja, dat klopt. Dat is een prachtige zaal wat voor tabbeschikking hebben. En we hebben een gast uit, een gastartiest uit Bijk, dames en heren. Bijk. En we hebben niemand minder als Bart van Doren. Bart, hallo, goedenavond. Chique dat je bent. Ja, ik vind het zelf ook chique, dus ik word eigenlijk verheugd. Tot ik hem niet gevraagd heb voor even dat interview aan. Ja, zeker, zeker. Als ze zich aanmelden. En ja, we willen natuurlijk ook een verscheidenheid van artiesten. En ik vond het chique, Bart, om dich tegen te komen. En om eens te werken van wat deze, wie komt ze eraan. En, Nou, Bart van Doren, kom uit Bijk. Ik kom uit Bijk. Ik ben 70 jaar. Oh. Hij heeft het niet gegeven. Nee, dank je. Dat zeggen er meer. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen, een jongen en een meidje. Jong 38 en het meidje is 41. Ik heb nog twee kleinkinderen. Twee jongens van de zoon. Hmm. Ene is er steen geworden pas en ene is zus. En het leuke daarvan is, hij is op mijn datum geboren. Dus dezelfde datum als met Jurk. Dus dat was heel speciaal. Ja. Ja, dat is zo. Dus mijn familie een beetje. Ja, maar wie is de muziek? Wie ben ik in de muziek? Ja, dat is eigenlijk, dat is al vrij lang geleden, meer dan 20 jaar. We waren met de buurt een weekendje weg. En dan wordt er een karaokeavond. Dan zijn we bij Hotel de Brabander geweest in het Sauerland. En daar houden we een karaokeavond. Winterberg. In het Sauerland, maar dat ligt in het Sauerland. Ja, Winterberg. Ja, Winterberg. Ja. Café de Hotel de Brabander. Ja, de Brabander, ja. Oh, heel gezellig trouwens toch. Altijd. En dat waren karaoke zoals ik al zag. En
Ja, zing omgens met en zo. En dan worden dus vuil luzachten van, oh ja, nou, tot ze dan niet, je hebt meer met geest doen. Ja. Ja, nu hebben ze best wel een aardige stem. Maar hij wordt dan nog vuil jonger. Weet ze dus, nog wat voor nummer dat ze daar gedaan hebben? Kent ze nog even voor de geest? Wat voor nummer heb ik daar gedaan? De voorste mij gaat. Dat is nog echt lang geleden. Dat is echt lang geleden, ja. Nee, dat kende me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Nee, ik heb verschillende nummers eigenlijk wel gezongen. Oké. Ja. En dat ging verjaardag, moet ik zeggen. En toen kwam we op een gegeven moment op het idee van, zult ze een pleitje gaan opnemen. Ja, en zo is het eigenlijk van het een naar het ander. Is het een beetje gegroeid. Ja. Ik heb nooit heel veel geld erin gestoken. In het begin ben ik dus Guus Smeets met een nummer geschreven. Dat van de Sterren, dat heeft hij geschreven. Mm-hmm. Ik heb het opgenomen bij Leiden Bruid toen. En ik heb nog een nummer, wat ik dus ook Guus Smeets geschreven heeft. Dat is Verslaafd aan Muziek. Dat heb ik ook nog. En daar heb ik nog eens een carnavalsnummer door bij Leiden Bruin opgenomen. En ik heb nooit heel veel optredens gehad, zo links en rechts. Ik heb daar eigenlijk ook nooit voor mezelf reclame over gemaakt. Ik vond het leuk voor te doen. Ik vond het een leuke hobby. En het wordt bij een niet leuke zo gelegenheid. Van, ja, bij een leuke gelegenheid, bij een feestje of wat dan ook. En goed. En, ik hou daar vrije met, laat ik het zo zeggen. Was het tevreden met, zeg maar. Ja, ik word er tevreden met. Ja. Okay. En de leerst toch ook wel weer zo links en rechts artiesten tegen. De zus op een gegeven moment tussen de negatieve van het vak. Mm-hmm. Ja. Dat heb ik heel erg metgemaakt. Ja. En dat vind ik wel jammer. Ik zeg, wie moet ik dat nu zeggen? Blijf gewoon zichzelf. Dan deze al ga ik je nog zeggen altijd. Ja. Maar ja goed, dat maakt ze dan ook met. Maar dan zet ze die gewoon uw vrijer en dat is gewoon een ding. En wat Angerlu dan vingen, nou ja goed, dat moet Angerlu dan ook maar weten. Hè, wat ze ervan vingen. Ja. Kijk, de geest optreden met het publiek in een leuke avond of een middag. Ja. En dat vind je zelf ook leuk. En door geit te doen, maar. Dat is Zeker. Ding eigenlijk. Ja, ja. Ja nee, die gaan helft van biefstuk. Zelfs een goede kok, dat kan iedereen ook. Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, als het Geert is, vind ik van, dan moest het blijven doen. En zo ben ik ook op een gegeven moment hoger een tijdje niks meer gedaan. Of helemaal niks meer, wil ik niet zeggen, maar heel weinig. En dan kwam dat met Willem Bruls. En ik ben eerst dus bij de Positieve Klank geweest. Ik weet niet of je er al eens van gehoord hebt, met Jos Habets. Daar hadden we dat opgericht of opgezet. Ja. Dat was dus eigenlijk in de coronaperiodes zocht hij nog een zanger. Voor de bie, voor met de tweeën waren. Mm-hmm. En dan gingen we over naar de verzorgingshuizen, bejaardenhuizen, wie dat allemaal gegaan is. Mm-hmm. En dat worden dus, meestal worden dan altijd pro deo. Ja, we kregen het reiskostenvergoeding en dat deden we dan voor. En over best over het heel druk, waar we denk ik 3-4 optredens op in een dag. Mm-hmm. En op een gegeven moment, Willem, dat is een vriend dan van mij, die had ook geluid toes. Mm-hmm. En verzochten nog eigenlijk nog een geluidsman de bie. Ja. En zodoende is Willem dus door de bie gekomen. Ja. Maar ja, door meningsverschillen is dat ook weer een beetje, op een gegeven moment was het. Ja, ze van anderen afhankelijk. Afhankelijk. Ja. En toen ben ik met Willem gewoon zin van bier gegaan. Ja. En het is nu een hele slappe tijd. Ja. Tenminste voor mij, voor anderen dus die wat bekend zijn, die hebben het minder slap. Maar ja, goed. Nou, het zij zo, hè. Ik denk niet dat ze dat zo moest formuleren. Ik denk, kijk, in iedere artiestenbranche, of ze nu op een groot podium of een klein podium staat, kijk, ik denk dat de kleinere podia's eerder artiesten nodig hebben als grote podia's, want grote podia's mogen niet meer. Ja, klopt. En er moest zich nooit onderwaarderen van, oh ja, ik doe alleen maar dit of ik doe alleen maar dat. Ik bedoel... Dat klopt. Ja, nee, de beste om de lui te amuseren en of dat nu zoals doen ze het man zijn of dat zijn er bij een 65-jarige broer of zijn er het 40. Ja, goed. Okay. Ja, maar daar heb ik ook geen moeite mee. Nee, dus, absoluut niet. En ik doe kijk, het is, ik ben dus chronisch heel erg ziek. Ik heb dus heel veel rugproblemen. Hmm. En dat is een afleiding voor mij, dat zingen. Dan vergeet ik even alles. Ik heb eigenlijk 24-7 heb ik pijn. En door dat te doen, dat is heel raar. Dan kunnen ze de mens niet uitleggen. Ja. Ene wat dat niet begrijpt, dan zegt, maar dan heb je pijn. En dan heb ze dan ook pijn.
Ja. Ja, maar het is een afleiding van de pijn. Het is een afleiding van de pijn. En, mm-hmm. en ja, dat hulp me. Ja. Ja, en die gooien me dan ook ganzen op. Ja, dat is fijn. En dan heb je mensen die begrepen dat niet. Ja, of mensen die ook pijn hebben. Of mensen die ook pijn hebben. Ja, maar zeker. De zussen maakt op muziek toch wel heel gede paas. Ja, zeker. Ja, absoluut. Het is onder absoluut. De lui, ja. Het treupe herinneringen op, maar het... Mm-hmm. Het deed toch andere dingen. Ja. Zien de artiesten die voorbeeld voor u zijn? Moet je maar zeggen, oh, dat vind ik mooi om te zingen van die artiest? Of, Ja, dat is misschien raar, dat is Nederlandstalig. Dat is niet raar. Wie John de Bever, dat vind ik wel eens. Hij had bepaalde, en Henk Bernard, hij had ook wel bepaalde mooie nummers te bieden. Mm-hmm. En daar kan ik ook wel eens gaan naar luisteren. Okay. Eigenlijk ben ik een persoon, ik hou eigenlijk wel van alle muziek. Okay. Ja. Moest me niet aankomen met dat boemende boem. Maar nee. dat nee dus. Maar zo, ik hou van Duits, ik hou van Limburgs, ik hou van Nederlands, Engels. Okay. Ja, noem het maar allemaal op. Dus ik, ja, mij maken in principe eigenlijk luisteren Nederlandstalig. Duits vind ik ook dat ze daar hele mooie nummers bij hebben. Van artiesten, ja, wat ik zeg van, oh, verrek, dat nummer zou gewoon aan scherp willen zingen. Ja, maar ik moet me ook een beetje denken natuurlijk aan mijn stem, hè. Tuurlijk, moet ook bij die passen. Mm-hmm. En soms heb ik die foto nog wel eens gemaakt, dan kon ik een nummer zingen wat eigenlijk niet bij mij past. Ja. Kijk, en dat moest leren. Mm-hmm. Ja, ja. Ik bedoel, lopen heb ik ook moeten leren, hè. Ja. Lang geleden, hè. Ja, heel lang geleden. Moest ik moeilijker. Ja, maar ja. Dus eigenlijk is die streven, wat ze eigenlijk nog wil, is gewoon allemaal lekker leuke dingen doen. Ja, lekker gewoon zingen. Zingen. Gewoon gezellig. Ja. En het hoeft me geen kapitaal op te brengen. Dat hoeft allemaal niet. Ik hoef daar niet riek van te werken. Ik bedoel... Kostendijkend. Ik heb ook de leeftijd als ze zei van jo. Hoe, hè? Nou, dat is nog sneeuwig. Dat is toch 20 jaar te gewoon. Ja, dat hoop ik dan toch. Nou, misschien toch wel leuk om te vertellen, want eigenlijk is het meteen een optreden voor ons doen. Mm-hmm. Wat voor nummers hebben ze voor ons een petto? En ik heb dan de sterren. Ik pluk voor dicht die sterren uit de hemel. Dat is dan, dat heb ik bij, helaas, jammer, erg genoeg, Guuske Smeets. Ja, dat is door de corona, geloof ik, is hij overleden. Die heeft mij dat toen. Ook alweer dus dan een beetje ode. Ja, ook is, dadelijk als ze dat voor ons brengt, voor Guus. Ja, zeker. Ja, ik pluk voor dicht die sterren uit de hemel. Ja, maar dat is ook wel, dat kan ze al over... Nou, dat is zeker 20 jaar terug. Ja, meer, want ik heb dat toen 20 jaar geleden van Guus. Ja. En Hai Bode heeft het, maar Hai Bode heeft het op een andere manier gezongen. Hij heeft dat een beetje in veranderd. Ja. Hij heeft dat een beetje op de disco. Huub Bertrand heeft het gezongen. Huub Bertrand, ik heb het met Hai opgenomen. Mm-hmm. En ik heb het met Frans Teunis opgenomen. Ja. Frans Teunis, dat wist ik niet. Nee. Oh, hou ik dat maar geweten, want ik heb laatst met Frans gezongen. Hoog dat maar geweten, hoog gezag. Nee, pluk voor dicht te staan. Ja, dat wensen we het volgende keer. Maar dat noem ik normaal op een Frans Teunis. Ja. Dat is zo'n fijne vent. Tenminste, zo heb ik hem ervaren. Hè. Zo heb ik hem dus... Ja, nee, goed. In Maastricht zeggen ze, het is een goede kloet. Ja, het is een goede kloet. Ja, absoluut. Ja. Hij heeft geen kapsones. Nee. Bedoel, hij heeft toch een goede carrière achter zich. Absoluut, een leuke dingen te doen. Maar dat blijft gewoon, is gewoon Frans klaar. Dan ga je door tot het NMG, dan is hij nog een podium. Ja, want het is ook al 77. Ja, daarom. Dan ga je door. Ik zeg altijd, ze begraven hem onder de bin. Ja, zeker. Ja. Maar goed, misschien leuk. Hey, voor hem slot. Maar dus, ik wil nog even één ding zeggen, als het mag. Ik doe nog een discjockey, hè. Pas op. Maar niet achter een discotheek, maar gewoon bij mij thuis. Via internetradio. Oh, oké. Ja. Mm-hmm. Heb ik eerder week, dus eigenlijk hou ik vanavond mijn twee uurtjes voor te draaien. Oh, leuk. En... ja, dan draai je ook Nederlands alles eigenlijk doorheen. Dan doe ik twee uurtjes draaien. Internetradio. Ja, en dat is ook weer hartstikke leuk voor te doen. Ja. De nu vragen voor zeugjes aan en wat zo, wie dat allemaal geeft. Leuk. Maar dat leuk puur via internet. De leuk kunnen dus via die site gewoon kijken wat ze ook allemaal leren. Ja. En dat doe ik dus eigenlijk ook al. Ik heb nu een jubileum komend jaar. 10 jaar ben ik daar al. Oh, leuk. Bij die groep daar. Dat is toch leuk? Ja, dan zijn ze bezig. Ja. Maar Loeser, we willen dich weer zingen. Ja. We willen dich weer zingen. Dus Bart, ik zou zeggen, pluk de sterren uit in de hemel. Ach joh. Komt dek aan je hoed. Ja, dat doe ik. En dan laat voor ons verrassen. Hey-ho, hey-ho,
Ik heb een verslaving, dat ken ik best met lijden. En ik ben bereid, joh, door alles voor te geven. Ik kan het nog niet missen, dan word ik knettergek. Ik doorbreek de stilte, ik ben al goed gebruikt. Ik ben verslaafd aan muziek. Nee, nog ken ik ook niet zonder. Als ik het heel goed begin, is muziek just wie een wonder. Op elk moment van de dag, s'ergens vroeg of s'avonds laat, ik ben verslaafd aan muziek. Door muziek vul ik me toch zo riek. Hey ho, hey ho, la 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 la. Hey ho, hey ho, la 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 la. De dokter zei ik ben niet te genezen. Maar dat vind ik aan ons geen handicap. Ik heb ook geen middel aan geschreven. Hij zag de radio, dat is een goed recept. Want ik ben verslaafd aan muziek. Nee, dat kan ik toch niet zonder. Als ik het heel goed begin, is muziek just wie een wonder. Op elk moment van de dag, s'morgens vroeg of s'avonds laat, ik ben verslaafd aan muziek. Door muziek vul ik me toch zo riek. Ik ben verslaafd aan muziek. Nee, dat ken ik toch niet zonder. Als ik het heel goed begin, is muziek just wie een wonder. Op elk moment van de dag, s'morgens vroeg of s'avonds laat, ik ben verslaafd aan muziek. Door muziek vul ik me toch zo riek. Hey ho, hey ho, ja la 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 la. Hey ho, hey ho, ja la 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 la. Ik pluk voor dik de sterren op de hemel. Ik houd van dik, dat wist ik toch al lang. Als we dan samen op de wolken zweven, ja, dan wist ik al hoe ik zo nam. Ik druim al weken lang van dit mijn liefste. Ik wil alleen maar dit, ja dit alleen. Alles wat ze wil zal ik dit geven. Die liefde schat die hult me op de pijn. Ik pluk voor dik de sterren uit de hemel. Ik houd van dik, dat wist ik toch al lang. Als we dan samen op de wolken zweven, ja, dan wist ik al hoe ik zo nog al lang. Ik koop veel dingen lang, toen zijn ik koop ik nog verder. Dan beleef ik weer een sprookje, ja een sprookje voor ons meer. Ik pluk veel dingen, de sterren uit de hemel. Ik houd van dingen, dat weet als we dan samen op
de wolk is regen. Ja, dan wist de alcohol ik zo naverlaat. La 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 la. Ja, de hups. Ja, 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 de hups. Ja, ja, de hups. Ja, 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 de hups. Ja, ja, de hups. Ja, 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 de hups. Ja, ja, de hups. Ja, ja, de Belladonna. Ja, ja, de hups. Ja, maar dat maakt niks uit. Nee, maar dat was ook van Guus. Ja, ja, dat heeft er zo voor geschreven, Guus. Ja, absoluut. Ja, heel veel. We hebben ook al een uitzending gehad. Ja, Guus heeft er twee keer een uitzending gehad. Mooi. En zijn kleinkind ook. Wie zat er ook alweer? Wat? Oh, een jongen, hè? Dat wat, Joy. Ja, ja. Joy Bledesteen. Ja. Ja, hij is ook in het programma geweest. Ja. Ja. Maar Bart, ja, ik kan alleen maar zeggen dankjewel dat ze hier was. Ja, ja, maar ik vond het schitterend voor je te zijn. Natuurlijk. En ik wens je alle goeds toe aan een goede gezondheid en dat ze nog veel mocht doen. Ja, en vooral bij de huur. Maar lichamelijk is het een beetje, ja, goed. Ja. Maar ja, goed, ik weet er wat mee om te gaan, daar is dat niet voor. En op een gegeven moment raak ze aan gewend. Ja, de medicijn heb je juist. Heb ik juist gedaan. Ja, 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 ja. Nou, prima, dus je kent ze weer een paar weken te tegen. Ik weet het absoluut een paar weken te tegen. Absoluut, absoluut, absoluut. Nou, fijn. Ja. Bedankt voor de komst. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, en voor de kijkers ook weer bedankt dat je hier wordt. En de Kollekamp in Geul ook bedankt voor het lienen van de zaal. Hè. En bij de volgende aflevering, de volgende week, vrucht erop en Gerrit bij. Mario. En John. Hier, tot dan. Hoi.